Hey allemaal, welkom bij een nieuwe Fast Food Friday. We maken vandaag koekjes. Alle ingrediënten daarvoor staan hier al klaar. En misschien kun je het er al een beetje aan aflezen. Maar we maken vandaag s'mores cookies. Hele zachte, chewy en oranjes krokante koekjes. Met marshmallows, chocolate chips en biscuitjes. Goed, laten we gewoon beginnen. Het maken van deze koekjes is kinderlijk eenvoudig. Eigenlijk net zoals het maken van alle andere koekjes. Wat we gaan doen. Ik heb hier mijn keukenmachine staan. En daarin doe ik wat ongezouten, zachte roomboter. En dat laat ik heel even wat zachter draaien door mijn machine. En op het moment dat die boter dan wat zachter is, voeg ik twee soorten suiker toe. Kristalsuiker en lichtbruine bastardsuiker. En die laat ik met de boter tot een romig mengsel kloppen. Vergeet niet om af en toe eventjes de randen van je beslagkom schoon te spatelen, zodat die boter niet achterblijft. Je wil wel dat die ingrediënten goed met elkaar worden vermengd. En als je dan ziet dat die boter en die suiker een beetje beginnen te mengen, voegen we een eitje toe. Je zult merken als je dat eitje dan toevoegt dat het al heel gauw een wat plakkeriger, romiger mengsel wordt. Dus dat is top. Spatel nog even een keertje de randen en de bodem van de kom schoon met mijn pannenlikker. Zodat ik zeker weet dat die drie ingrediënten goed met elkaar worden vermengd. En dan voeg ik ook gelijk alle droge ingrediënten toe. Dat zijn er eigenlijk maar drie. Klein beetje bakpoeder, bloem en een snuf zout. En dit meng ik nu tot een gladkoekbeslag. Als je dan ziet dat alle ingrediënten goed met elkaar mengen, voegen we de toppings / vulling toe. Dat zijn aardig wat chocolate chips en mini marshmallows. En de in grove stukken gebroken biscuit. En dit hoeft dan niet helemaal weer gemengd te worden door het koekbeslag, maar je wil het wel even goed doorroeren. Dus ik zet gewoon de machine nog een keertje aan, maar laat hem maar heel even op lage stand draaien. Zodat die ingrediënten even goed gemixt worden met dat koekdeeg. En dan is het in principe ook klaar. En dan ziet je koekdeeg nu zo uit. Super fleurig. Ik gebruik ook gekleurde mini marshmallows. Ik schaap nog even één keertje goed over de bodem van de kom. Zodat ik zeker weet dat daar ook al die ingrediënten zitten. En dan is het tijd om de koekjes op de bakplaat te gaan scheppen. Ik heb mijn bakplaat uiteraard bekleed met een vel bakpapier. En ik pak even een ijsstang of een ijslepel om die koekjes op het bakpapiertje te scheppen. Ik neem niet een hele grote schep. Ik heb namelijk best wel een flinke ijslepel. En anders krijg je wel hele gigantische koekjes. Dat is natuurlijk lekker, maar niet per se wat je wil. En ik scoop dan even zo'n bolletje van het koekbeslag op mijn bakplaat. En waar je even op wil letten met deze koekjes is dat ze heel erg flink gaan uitlopen in de oven. Dus je kan er echt niet heel erg veel tegelijk bakken. En je wilt dus ook voldoende afstand van elkaar bewaren op de bakplaat. Dus ik bak er in dit geval echt maar 5 tegelijk of zo. Deze koeken mogen de oven in. Ik heb de oven voorverwarmd op 180 graden Celsius. Ik bak daarin de koekjes nu zo'n 10 tot maximaal 12 minuten. Ze gaan helemaal inzakken en je wil dat ze aan de randen lichtbruin beginnen te kleuren. Maar aan de binnenkant mogen ze nog best wel zacht zijn. Dat komt straks met het afkoelen helemaal goed. Ondertussen schep ik ook even mijn andere bakplaten vol en dan ben ik straks bij je terug. Moment van de waarheid voor onze s'mores cookies. Ze kwamen super zacht de oven uit en ik heb ze dus even goed laten afkoelen. En ik heb er hier eentje. Deze heb ik voor de foto al een beetje gebroken, zodat ik namelijk de binnenkant aan kan laten zien. Want je ziet echt dus die strings marshmallow en die zachte, nu nog zachte chocolade en dan die grove stukken biscuit bovenop. Kijk, laat hem hier ook nog even zien van de binnenkant. Yum! De textuur van deze koekjes is echt precies zoals ik ze lekker vind. Dus ik hoop ook dat ze smaken zoals ik had bedacht. Oeh. Oh ja, heerlijk. Super plakkerig, maar ik vind het echt bijzonder fijn. Het is wel heel zoet. Het is natuurlijk zoet op zoet op zoet.
Biscuitjes, marshmallow en chocolade. Het is allemaal zoet, maar wel heel erg lekker. De koekjes zijn lekker zacht. De randjes zijn mooi hard geworden, precies zoals ik het graag wilde. En omdat ik mini marshmallows heb gebruikt, zie je overal wat kleurtjes. Maar mocht je die nou niet kunnen vinden, dan kun je natuurlijk ook gewoon die grote marshmallows in kleinere stukken knippen. Werkt ook prima. Oké, dat was mijn koekjesrecept voor deze week. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mocht je nou nog vragen hebben, stel ze dan gerust. En anders alvast een fijn weekend en tot volgende week. Doei doei!